Zolang de COVID-19-gevallen blijven stijgen, zal de situatie zorgelijk blijven. Dit zegt Virginia Assin-Oostburg, ex-director van SDPC Carva. Ze benadrukt dat voor het reduceren van het aantal besmettingen er meer nodig is dan alleen maar het verscherpen van de COVID-19-maatregelen. Volgens Oostburg moet er gewerkt worden aan het standaardiseren van deze maatregelen in elke sector. Er moet meer aandacht besteed worden aan de implementatie van de COVID-19-maatregelen. Er is volgens haar al genoeg aandacht besteed aan de bewustwording. Dus wanneer je maatregelen gaat verscherpen, betekent het niet dat je rustig achterover moet zitten en zeggen, even op adem komen, want ik heb zo hard gewerkt. Nee, juist dan moet je het versnellingspedaal indrukken en zeggen, wacht even. Even verscherpen, maar laten we ervoor zorgen dat alle maatregelen, alle sectoren, want we hebben het nu gehad over communicatie en de media. Ja. Maar hoeveel sectoren hebben we niet in Suriname? Precies. Alle sectoren moeten voorbereid worden om de protocollen die er gemaakt worden te kunnen om te zetten in de standaarden. De standaarden voor die sector, met de procedures die je moet handhaven. En dan kan het bij de ene met een checklist, de andere kan vanuit een ander kanaal. Je kan bijvoorbeeld per sector kan je een COVID-inspector of something benoemen. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar we moeten nu naar implementatie en het hebben van gewenst gedrag. Awareness blijft doorgaan, maar we moeten niet meer focussen op awareness. Nee. Upsa watra dati. Ja. Nu is gewenst gedrag. Oostburg zegt dat om het gewenste gedrag te realiseren, er niet alleen sancties getroffen moeten worden tegen de mensen die zich niet houden aan de COVID-maatregelen. Er moet vooral gekeken worden naar welke acties ondernomen kunnen worden om het gedrag van de samenleving positief te beïnvloeden. Wat we ook zouden kunnen overwegen, maar dat is, alles valt ten staat met geld en menskracht, gaan mensen zeggen als ze me dit horen zeggen, is groepen die ook surveilleren. Dus de politie is er om orde te handhaven. Maar de politie was vroeger mijn beste kameraad. Dus in plaats van je op te pakken en je te beboeten, zouden we ook kunnen overwegen, ik zeg niet dat dat moet, maar het is een suggestie van mijn kant, om, we hebben grote korpsen politie, we hebben militairen, train ze om gewoon in de buurt te gaan lopen en te praten. Takanga den boy. Zorg ervoor, of niet alleen jongens, jongens, meisjes. Ja. Ga praat met ze, leg die uit. Ja. Weet je, ga en praat met ze zoals zij gewend zijn te praten. No go dat je straf ding of wat, als ze dan niet luisteren. Dus misschien het omzetten van een protocol in een procedure, standaard operating procedures. Dit zijn dingen die we zouden kunnen overwegen. En dat was Virginia Assin-Oostburg, ex-director SDPC Carva, vandaag in het ATV-programma COVID-19 Update.